Weet je, kijk, als je de budgetten hebt zoals Feyenoord, dan is gewoon gras prima. Maar die besteden daar 700.000 euro per jaar aan. Nou, dat kan een gemiddelde Jubilee League club niet. En de meeste clubs in Nederland kunnen dat niet. Het gaat om de kwaliteit, want daar ga je als eerste voor. Want het is natuurlijk heel kritisch. Spelers zijn heel kritisch. Iedereen wil op de beste mat spelen. Afgelopen jaar speelden we 6-7 wedstrijden op gras. Op het hoofdveld. Ja, en uiteindelijk aan het eind van de rit het slechtste veld. En dat kon nog niet anders. En nu met kunstgras en in ieder geval een ondergrens van 1500 uur per jaar kunt spelen, zal dat geen enkel probleem opleveren. Ja, het is een heerlijk veld. En dit bevestigt wel wat Politan zegt, dat zelfs bij hoge temperaturen dat het prima volstaat. En dat zelfs sproeien dan niet eens nodig is. Het is 30 graden geweest vandaag en we hebben de mat niet geroken. En wat ik nog het mooiste vind van deze mat, het kijkt gewoon als een voetbalveld. Je hebt gewoon groene korrels die je niet ziet liggen. Je hebt een geweldige demping. En je kunt hier gewoon geweldig goed voetbal op spelen, wat eigenlijk natuurgras voor 95% benadert. Nou, dan kies ik graag voor deze mat, want dan kunnen we onder allerlei omstandigheden kunnen we op deze mat uitvoeren.